Ik heb echt een hekel aan strijken en ik kan het ook eigenlijk niet zo heel goed. En volgens mij kan jij het ook niet zo heel erg goed. Nee, ik heb het eerlijk gezegd ook nog nooit gedaan. Nou, kun je nagaan. Maar ik draag heel graag overhemden, maar die moeten toch gestreken worden en vaak ook andere kleding. Wij zijn op zoek gegaan naar manieren hoe je je overhemd kan strijken zonder daarbij gebruik te hoeven maken van een strijkbout. En die gaan we vandaag voor jullie laten zien, maar we gaan ze ook direct reviewen om jullie te laten weten welke het beste werkt en welke niet. Precies, en de eerste die we gaan doen, daar hebben we een douche voor nodig en dat komt goed uit, want de hele heer moet nog douchen. Ik ben net wakker. Dus dat gaan we even doen. Nou, ik ben dus net wakker. Ik heb hier een overhemd en die is behoorlijk gekreukt. En ik moet sowieso nog douchen, dus we gaan even naar de douche toe lopen. Stoom zorgt ervoor dat je overhemd in de eerste instantie ontkreukt. Dus wat ga je doen? Je stapt gewoon lekker onder de douche. Je hangt je overhemd in de badkamer op en zet de douche op lekker heet. Dan douche je 10 minuutjes en als het goed is als je klaar bent, is je shirt helemaal kreukelvrij. Zorg ervoor dat als je een douchegordijn hebt, dat er geen water tegenaan komt, want dan kan je shirt natuurlijk niet meer dragen. Je zet de douche aan. Lekker heet. En dan zie ik jullie zo meteen om te laten zien wat het resultaat is. Later. Ben je al bijna klaar? Ik ben nu aan het dichtknopen. Oh, oké. Helemaal fris en fruitig. Nou, hoe ziet het eruit? Op het eerste oog? Ja. Best wel. Goed eigenlijk. Best goed. Ik ga even in het licht staan. Nou, ik heb dus net gedoucht. En zoals je ziet, ziet het er eigenlijk best goed uit. Ondanks het feit dat hij een klein beetje vochtig is gebleven, zijn zo goed als alle kreukels zijn er eigenlijk al uitgetrokken. Ja, wat voor cijfer geef je dit? Deze methode geef ik een 7,5. Van de wat? Ongekreukte overhemden. Ik heb ook een overhemd die flink gekreukt is. En ook ik ben te lui om te gaan strijken. Maar ik heb een manier gehoord, en het is een beetje gek, maar je moet je overhemd oprollen en dan onder een matras leggen. En een uurtje later schijnt dus dat alle kreukels eruit zijn. Het enige wat echt super belangrijk is met deze tip, is dat je het shirt oprolt en niet opvouwt. Want als je hem opvouwt, dan krijg je natuurlijk alleen nog maar meer kreukels. Dus ik ga hem even oprollen en dan leg ik hem gewoon even onder het matras een uurtje. En dan schijnt het dat alle kreukels zijn verdwenen op magische manier. Oprollen als een burrito, zoals ik het las. Dus gewoon lekker mooi strak oprollen. Als je hem mooi hebt opgerold, mag je hem onder je matras gooien. Even een uurtje laten liggen en dan moeten de kreukels zijn verdwenen. Gaan we zo even bekijken. We zijn een uurtje verder en het is nu tijd om het overhemd onder het matras vandaan te halen. Ik ben benieuwd. Nou, dat volgens mij is hij alleen nog maar meer gevouwen. Maar we gaan even kijken. Ik haal er even onderuit. Nou, op zich ziet de voorkant er nog wel oké uit. Maar mijn mouwen, daar is echt gewoon helemaal niks aan veranderd. Hier zitten nog allemaal vouwen en dingetjes. Je hebt het idee dat hij eigenlijk alleen nog maar slechter ervan is geworden. Dit duurde dus een uur. Ik heb een uur gewacht en verwacht dat op een of andere magische manier het matras ervoor zou zorgen dat mijn kreukels waren verdwenen. Is helaas niet het geval. Ja, ik geef dit 2 flanellen bouwvakker shirts van de 10. Manier nummer 3. Het kan zo zijn dat sommige van jullie al wel eens van deze gehoord hebben. Maar dit is er eentje en hierbij heb je een natte sok nodig en natuurlijk een gekreukt overhemd. Wat we gaan doen is we gaan het overhemd gaan we in de droger stoppen en daarbij voegen we een vochtige sok toe. Mooie wasbak heb jij. Ja, goed hè? Ja. Oké. Okay. Dus we hebben het gekreukte overhemd en de sok. Het is de bedoeling dat je de sok vochtig gaat maken en vervolgens samen met je overhemd of overhemden in de droger gaat stoppen. Dit doe je een kwartiertje, waardoor er dus die stoom gecreëerd wordt en je overhemd weer dus zo goed als nieuw zou uitzien. We gaan het doen. En dan is het tijd om te wachten. Kwartiertje, hè? Kwartiertje. Dus we zijn inmiddels een kwartier verder. De droger is afgelopen. En ik ga eens even kijken of het heeft gewerkt. Ik heb het net uit de droger gehaald. En zoals het er nu naar uitziet, ziet het er helemaal top uit. Dus ik ga hem even aantrekken, zodat jullie allemaal kunnen meegenieten van hoe goed dit nou echt heeft gewerkt. Hij is een heel klein beetje vochtig nog. Deze, die duwen we toch? Dat doe ik altijd. Nu weer. Volgende filmpje wordt hoe je de overhemd knoopt. Nou, ik heb hem nu dus even aangetrokken. En ik denk, al moeten we er nog eentje, dat dit veruit de beste manier is. Wat voor cijfer geef ik hier aan? Ik denk, 9 van de 10 geruite overhemden. Nou, tot nu toe heb ik nog niet zo heel veel succes met mijn manieren. Nou, ik ben een beetje van alternatieve manieren. Dus we gaan nu nog een manier proberen. Manier nummer 4, de laatste. En dat is je overhemd tussen 2 natte of vochtige handdoeken leggen en dan erop gaan duwen. Dan schijnt het dat je kreukels verdwijnen. We gaan het even testen. Hidde heeft hier de tweede handdoek. Die leggen we er netjes bovenop. En dan ga ik het nu even uittesten. Nou, het enige wat je hoeft te doen, dit is een makkelijke tip.
is gewoon eventjes duwen. Goed duwen. Deze handdoeken zijn gewoon nat vochtig. En het schijnt dat je dus zo op deze manier je kreukels eruit duwt. Dat ziet er best goed uit. Dat ziet er best goed uit. Kijk, je moet wel uitkijken dat die recht ligt. Oh kijk, maar dat trekt zichzelf helemaal weer recht. Oh, wat cool. Dit werkt gewoon. Nou, op zich werkt dit wel hartstikke goed. Oké, we zijn klaar. Ik heb mijn flanellen houthakker shirt heb ik kreukelvrij geduwd. En ik trek het nog eventjes aan, want dat hoort bij het oordeel natuurlijk. Mijn manier, mijn laatste manier, hebben we net geprobeerd. Werkte hartstikke goed. Hij is nog wel een beetje nat, dat is eigenlijk het enige nadeel van alles. Maar afgezien van dat is het echt een top manier, werkt hartstikke goed. Dus even kort samengevat, hij is een beetje nat, maar de kreukels zijn er wel uit en ik heb niet hoeven strijken. Dus als ik dit een cijfer mag geven, dan geef ik dit 8 van de 10 blauwe overhemden. Nou, we zijn klaar. We hebben 4 manieren getest. En wat vind jij de beste manier? Nou ja, ik denk dat we het er wel over eens zijn. Nummer 3 was ongetwijfeld de meest effectieve. Absoluut. Misschien niet de meest snelle manier, ja. Maar als je je kreukels uit je overhemden wil houden, dan zou ik toch echt nummertje 3 aanraden. Ik ga hem ook vaker doen. Die met de droger en de sokkels dat. De snelste manier was mijn manier. En dat was met die handdoeken, dat je me even al die vouwen eruit duwt. Het enige wat je dan wel overhoudt is een beetje een vochtig overhemd. Ja. Inmiddels is hij wel weer droog. Oh ja, wat ik nog bij wilde zeggen. Het hoeft niet alleen met een natte sok. Je kan het ook in principe ook met ijsblokjes doen. Dat heeft hetzelfde gewenste effect. Nou, helemaal goed. Maakt niet eens uit wat je doet. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet je zeker niet even te abonneren. Geef een duimpje omhoog. Ja, heb je vragen? Stel ze gewoon even in de reacties. Ja, je kan ons ook WhatsAppen tegenwoordig. Het nummer komt hier nu onderin te staan. Heb je ons nog niet op Snapchat toegevoegd en op Instagram? Die staan nu hierboven. En dan zien we jou weer de volgende keer. Bij handig. Dat is handig.